Je bent klaar met het project, maar het gaat door met de Wijn Holland Awards. Je gaat met de Wijn Holland Awards steeds meer focussen op het bekendmaken van je idee. En het is elke keer weer, als je een ronde doorkomt, is het een nieuwe impuls voor je enthousiasme. Ja, uiteindelijk hoop je wat iedereen hoopt als je een idee hebt, dat het slaagt, dat je er daadwerkelijk wat mee kan. We zijn hard nog bezig met het idee wat we nog steeds hebben liggen, om dat de werkelijkheid te maken en om dat ook te gaan produceren. We hebben een iets ander ontwerp nu en dat gaan we prototypiseren. En dat is eigenlijk hetgeen waar we vanuit het winnen van de Award 2017 nu naartoe zijn gestroomd. Die awards die zijn zo goed voor je eigen motivatie, voor de bekendheid van je idee, voor de gezelligheid binnen een groep, want het draagt echt bij dat je meer dynamiek krijgt binnen een groep. Ga daar gewoon mee in zee, schrijf je ervoor in en ga maar eens kijken hoe ver je kan komen. Het is altijd een uitdaging om weer de volgende ronde te halen, maar het zijn wel leuke uitdagingen. Je weet nooit of er wat goeds uitkomt, maar je kan in ieder geval proberen te winnen. Twijfel vooral niet, probeer het, wie niet waagt, wie niet wint.